Daar komt Jeannette de Wolhandkrab. Die heeft haar eerste nacht doorgebracht bij de paling en de ruisvorms in het aquarium. Ze zit nu op de schedel die ik vond in de Apothekersdijk. Althans in de Rijn, langs de Apothekersdijk, want daar zat ooit een slagerij. En de ruisvorntjes vinden het een beetje interessant. Zo'n krab daar beneden. Ach, ze zijn wel wat gewend hier hoor, in het Stadsgracht Aquarium. Die koekenpan ligt er ook niet zomaar. Die hebben we ook gevonden in, ik weet niet meer wat de oude vest was. Ik heb al zoveel koekenpannen gevonden. Deze zat mooi vol met mosselen, dus die doet hier zijn werk om een beetje te helpen met filteren. Ja, het belangrijkste voor Jeannette is nu, hoe blijf ik uit de kaken van de paling? Ah, zo groot is die niet. Het belangrijkste voor de paling is, hoe blijf ik uit de klauwen van Jeannette? Gelukkig is die glibberig. Dan kan die zich ingraven, wat hij gisteren ook subiet heeft gedaan toen Jeannette in het aquarium werd gelaten. En Jeannette wil forageren, wil eten zoeken. En misschien ook wel ontsnappen. Het is een beetje tijd van het jaar, regenachtig weer. Dan ze naar een andere sloot en die koloniseren. En vandaar ook dat het een invasieve exoot wordt genoemd. Ze kruipt uit de sloot, gaat over het wegdek naar een volgende sloot en koloniseert daar weer de boel.